Ik weet dat het misschien scorebordjournalistiek is, maar slechts met 2-1 verliezen bij de Graafschap en nu met 2-1 winnen van Roda JC. Dat zijn toch hele mooie cijfers, René? Ja, nou ja, vorige week dat is geweest en dat is natuurlijk sneu. En nu winnen van Roda, dat is gewoon een prima uitslag. En zeker ook als je kijkt naar het elftal waar we vanavond mee spelen. Er is natuurlijk wel het nodige veranderd bij het team vergelijking voor de winterstop. Dus dat we daarin ook jongere spelers kunnen laten voetballen. Nou, die basis hebben we gelegd voor de winterstop. En nu is er ook tijd voor een jongere generatie om meer te gaan spelen. Dit is nu mijn derde seizoen bij Jong FC Utrecht. Ik heb wel anders de wedstrijden meegemaakt tegen Roda. Dus dit is gewoon top. Ik zie dat we ontwikkeling hebben gemaakt met de trainer, met de club, met het team. En dat we nu gewoon een ploeg hebben die er staat en veel dingen oppakt van de trainer. Dat is gewoon belangrijk. Ik vond ons eerste half uur goed spelen. En ik vond dat we ook 4-5 keren goed in hun 16 kwamen. Alleen we kregen het niet voor elkaar om de 1-0 te maken. En ik denk dat Roda 2 keer bij ons in de 16 is geweest. En de eerste keer was er nog 1 meter of 10 kopte hij hem naast. Maar de tweede keer lag hij uit de corner, lag hij er wel in. Ja, dat was eigenlijk helemaal tegen de verhouding in. En daarna dan zijn we ook even de weg kwijt, om het zo te zeggen. Want we gingen forceren, we gingen toen steeds meer fouten maken en het werd onrustiger. Ik dacht eerst van, nou, het gaat toch niet zo'n wedstrijd worden dat ik een kans ga missen. En dat uiteindelijk 1-1 gaan spelen of misschien nog verliezen. Gelukkig volgens mij de tweede of derde kans schoot ik er wel in. Dus dat is lekker. Wat een verhaal eigenlijk, hè? Dat je zo invalt. Je had eigenlijk een hat-trick moeten maken. Ja. Maakt er dan weliswaar nu maar eentje, maar je wint toch? Ja, dat is top. Voor mezelf is het natuurlijk vervelend dat ik geen hat-trick score. Maar uiteindelijk is het natuurlijk belangrijk dat we voor het team er staan. En dat ik gewoon dat doelpunt maak. Dus ja. Dat is leuk. En er ontstaat een mooie sfeer. En dan zie je ook dat de mensen komen kijken. En we kunnen hier gewoon goede resultaten halen. En vandaag vind ik ook dat we goed voetbal gedaan hebben. Ja, die mist op de achtergrond maakt het dan helemaal af, hè? Ja, we moeten gewoon naar huis, Corné. Want anders dan zien we niet zoveel meer. Dus mooie afsluiting. Ja.